Ook deze week kijken we weer eventjes achter de schermen van Dierenpark Bellewaerde. En dierenarts Melissa is er weer bij. Hallo, hoe is het, Melissa? Gaat heel goed, dank u. Hoe is het met de diertjes? Alles in orde? Alles in orde. Ja? Ja. Everybody happy? Tot nu toe wel. Tot nu toe. Fantastisch. Oké, we gaan het vandaag dus hebben, blijkbaar, over de Europese bison. En ik wil het hebben over iets heel specifiek. Zijn de klimaatveranderingen. We kunnen daar niet meer rond. En dan is mijn vraag, hoe gaat zo'n dier daar eigenlijk mee om? Want in Europa is het de ene moment warm en de andere moment ijskoud. Hoe gaat zo'n dier daar in godsnaam mee om? Wel, de bisons hebben daar iets specifieks op gevonden. Natuurlijk, het zijn grazers. In de winter, net zoals wij weten, in de tuin groeit als gras meestal ook niet zo denderend. Nope. Dus dat is bij hen ook zo. Ze hebben veel meer moeite om voeding te vinden. En zij hebben twee dingen gedaan. Eén, in de zomer eten ze zodanig veel extra dat ze eigenlijk wat vetreserves opbouwen in hun bochel op hun rug. Een beetje zoals een kameel in de, in de Sahara doet. En op de andere kant gaan ze ook de takken en blaadjes gaan eten van bomen en struiken. Daar hebben ze zich op aangepast. Niet alleen voor klimaatverandering, maar ook gedeeltelijk omdat de mens meer en meer grasland gaan overnemen. We nemen het weg, hè. Ja. Ja, dat is wel waar. En wat voor een situatie zitten ze in Bellewaerde? In Bellewaerde zitten we met een groep met één mannetje, dus een stier, en drie koeien. Dat zijn volwassen koeien en hun nakomelingen. En in totaal lopen er bij ons 12 rond nu. Het zijn echt kuddedieren, hè? Het zijn kuddedieren, net zoals eigenlijk een standaard rund ook. Maar zij gaan wel heel graag in de groep blijven. En daar voelen ze zich veilig. Dat is eigenlijk ook logisch. Hoe is die groep? Zijn die graag bij elkaar? Is daar veel ruzie? Vechten die onderling? Of hoe? Onderling durven er wel een keer gevechtjes ontstaan. Net zoals tussen andere broers en zussen en families. Ja, maar bij bisons is het dus op dat moment niet anders. En tussen de vrouwtjes is er ook een hiërarchie. Het mannetje is wel de baas. Hij is ook een heel stuk groter en zwaarder dan zijn dames. Hij zit meestal rond een 800 kilo, terwijl de dames rond de 500 kilo zitten. Dus die wil je niet tegen je hebben. Nee. Nee, we hebben als verrijking in een plein leggen we ook regelmatig een keer boomstammen. En als wij daar een machientje voor nodig hebben om die binnen te leggen, dan verrolt hij ze van de ene kant naar de andere kant van het plein. Wauw. Dus er zit er wat kracht achter. Ah, dat vindt hij leuk? Hij vindt dat leuk. Om boomstammen te verrollen. Hij verrolt ze met zijn hoofd. Zalig. En hoe zorg je ervoor dat er dan ook geen inteelt is en zo? Is er genoeg variëteit in jullie familie? Wij hebben één mannetje en dus drie vrouwtjes. Dus drie wij vrouwtjes. Moeten wel maken dat de jongere dames die geboren worden tegen rond een 3 jaar weg zijn uit onze groep. Omdat ze anders natuurlijk inteelt hebben en dat willen we voorkomen. Nee. Hoe gaat het zo'n geboorte van een bison? De geboorte van een bison bij ons tot nu toe is ook redelijk vlot. Het gebeurt in de kudde. Dus we laten ze gewoon allemaal samen. We gaan ze niet gaan afzonderen. Okay. In de natuur is dat ook zo. Dus wij laten onze dieren ook samen. En dan zie je wel een duidelijke dynamiek in de groep. Dus hetgeen dat gebeurt is, ze merken het dat die koe op bevallen staat. En ze geven haar de ruimte. Okay. Dus er is eigenlijk een ruimte waar dat er anders geen bisons inkomen. En eenmaal het kalf geboren is, direct na de geboorte, dan gaat de moeder het gaan drooglikken en schept een band. De geuren en de geluiden worden opgepikt door het kalf en door de moeder, zodat die in die groep direct zijn moeder gaat gaan herkennen. Ah ja, ze zien er eigenlijk allemaal hetzelfde uit. Maar voor mij zien ze er exact hetzelfde uit. Voor ze hebben wel wat verschillen in horens, dus ik kan nu ons vrouwtjes er ook wel uithalen ondertussen. Ja. Dat de ene heeft horens die mooi recht naar elkaar toe gepunten en de andere zat zo'n beetje scheef. Dus op afstand kan ik ze nu ook al wat beter herkennen. Maar, is er groot onderscheid? Ja, het is heel duidelijk tussen een mannetje en een vrouwtje. Oké, je hebt maar één mannetje, maar op zich, die zijn veel, veel groter of de hebben mannen die een andere kleur? Of de kleur is exact hetzelfde. Ze hebben in de winter ook een wintervacht dat ze dan in de zomer gaan verliezen. Ja. Maar het is inderdaad gewoon de statuur. Hij is zodanig, echt een boep, als die daar staat. Je kunt niet ontkennen dat een mannetje is. Zijn kop is ongeveer dubbel de grootte van die van de vrouwtjes. Heb je daar al vaak naast gestaan? Ik heb er al vaak naast gestaan, maar altijd veilig achter tralies. Ah ja, ja. Dus echt niet te riskeren om met zo'n dier in contact te geraken zonder... Nee, helemaal niet. We hebben iets wat een risico moeten nemen met een kalfje die geboren geweest is dit jaar. Omdat het in een omheining tussen de bomen beland is. Och nee. En het geraakte er niet meer uit. Ah. Maar natuurlijk, de moeder wou dat kalf niet rust laten. Hebben we moeten lopen. Ik denk niet dat mijn baas dat weet. Maar dus nu wel. Nu wel. Sorry, baas. Dus heb ik gelopen over die omheining geklommen,
bij dat kalf. Zolang dat ik bij dat kalf en dat kalf zat bij mij, was zij heel rustig. Dan heb ik het kalf door de tralies teruggestoken. En dan is zij eigenlijk beginnen een beetje zot doen naar mij toe. Dus dan heb ik toch even mijn adrenaline zat heel hoog. Mijn hartslag ook. En dan heb ik mijn chance dan op het moment dat zij langs de andere kant stond van de omheining, ben ik terug de stal binnengelopen die ze op een kiertje stond, zodat ik juist kon binnenspringen. En schat, hoe was jouw dag vandaag? Wel. Spannend of zo, laten we het zo benoemen. Ik had mijn sport gehad voor de dag. Ja, ik kan mij dat zo heel goed inbeelden. Hoe lang zijn die eigenlijk zwanger? Die zijn eigenlijk negen maanden prachtig. Eigenlijk net zoals de mens, is 264 dagen. Er wordt standaard één kalfje geboren van rond de 30 kilo. De stierkalfjes zijn ietsje zwaarder dan de vaarsjes. Is dat eigenlijk bij alle dieren zo, dat mannetjes altijd zwaarder zijn dan de vrouwtjes? Bij de meeste dieren wel, hè? Bij de meeste wel. Roofvogels zijn daar eigenlijk een uitzondering op. Daar zijn meestal de vrouwtjes de grootste. Ah, oké. Wow, fantastisch. Er is altijd een uitzondering op. Ja, er is altijd, overal is ergens een uitzondering. Die kleintjes, blijven die lang bij de moeder? Of gaan die toch wel heel snel hun eigen weg? Of... Het is een herbivoor. Het is een prooidier. Dus net zoals dat we hebben bij alle prooidieren, ze moeten heel rap recht kunnen staan. Dus binnen een half uur, een uur moeten die recht staan, moeten die kunnen meewandelen met de kudde. Anders worden ze achtergelaten. De kudde gaat weg, dus zij gaan weg. Maar als je dan eigenlijk gaat kijken naar dat dier, is het wel zo dat ze bij hun moeder blijven. Dus die zogen voor een goede 9 maanden, 10 maanden. En dan blijven die eigenlijk nog altijd dat eerste jaar heel dicht bij de mama. Allee, hebben eigenlijk ook de bescherming ervan. Ook naar grotere broers en zussen er rond. Die er anders een beetje te veel zouden achter zitten. Dan gaat moeder er soms een keer gaan tussen zetten. En dan eenmaal dat het volgende kalf geboren wordt, dan moet het kalf van het jaar ervoor een stap opzij zetten. Ja. Moeten jullie soms ingrijpen of helpen bij het grootbrengen van een bison? Wij gebruiken onze bisons eigenlijk ook gedeeltelijk in een reintroductieproject. Dus die worden terug uitgezet in het wild. En wat we niet willen in wilde dieren, of dieren die in het wild terechtkomen, is dat ze een te grote band hebben met mensen. Dus wij gaan standaard niet ingrijpen. Tenzij eventueel als ze merken dat ze wat zwakker zijn, ze voor de eerste melk en ze drinken niet goed, zouden we durven één flesje biest bijgeven. Ah, ja. Maar dat is het ook alles. Ja, voor een groeispurt eigenlijk. Voor een goede start, maar dan is het aan hen. Ik vind het zo fantastisch om te horen dat jullie toch wel jullie afstand bewaren en dat jullie die dieren echt dier willen laten zijn. Maar dat lijkt me heel moeilijk om zo... Ja, je wilt toch ergens als mens, hè, als zorger, wil je toch echt zorgen en een band creëren. Hoe zorg je voor dan toch dat er genoeg afstand is? Ja, dat is eigenlijk ook gedeeltelijk door de natuur van de dieren zelf. Ja, het is te gevaarlijk. Die kalfjes moeten wij individueel identificeren. Dat is voor het kweekprogramma van belang. Maar dat is ook van belang voor uitzetting, voor transfers van dieren. Ja. Omdat we ze moeten kunnen checken, is het nu effectief wel dat dier? Want voor ons, een bison is een bison. Zij herkennen elkaar, zoals dat juist gezegd zijn. Hebben, maar bij ons niet. En wij doen dat meestal op een dag of drie of ervoor. Omdat na een dag of drie het te gevaarlijk wordt om dat kalf te hanteren. Ah, oké. Dus aan 3 dagen, aan 30, 35 kilo, zijn die al zodanig wild dat die ons echt wel schade kunnen aanrichten. Dat is niet meer knuffelbaar. Nee, niet meer knuffelbaar. Daarentegen, als wij achter de tralies zijn en zij voelen hun veilig bij hun moeder, dan gaan ze wel een keer komen snuffelen en komen kijken uit nieuwsgierigheid. Maar om hun effectief te gaan hanteren of te gaan vastnemen, dat is niet haalbaar. Mag ik komen werken bij Bellewaerde? Het klinkt een heel boeiende job gewoon. Het is een enorm boeiende job. En altijd mooie iets anders. Mensen ook, denk ik. Hè? Oh, fantastisch. Oké, dankjewel om ons programma weer al af te sluiten. En dankjewel dat jij erbij was. En afsluiten doen we echt met een paar toffe video's. Tot volgende week.